Maar ondanks de belofte van Genesis 16 aan Hagar, is het gevolg ook duidelijk te zien van het wandelen naar het vlees. Want Ismaël zal worden genoemd, volgens de Naarderse Bijbel, een woudezel. Een wilde ezel, en het tegenovergestelde van een tamme ezel. Hij zal zich tegendraads opstellen tegenover zijn medemens, ontembaar. Een mens zo vrij als een vogel, maar ook vogelvrij. Hij woont in een tent zonder zich iets aan te trekken van zijn medemensen. Ook kan je afleiden uit het vers dat deze zoon van Abraham niet het beloofde land in bezit krijgt. Want hij zal tegenover of ten aanschouwen van zijn broeders wonen. En daarin zit ook gespannen voet. En dit is wat we vandaag de dag zien. De strijd tussen de Ismaëlieten en de zogenaamde Izakieten. Tussen Israël en de Arabieren. De Arabieren, die in dit geval Palestijnen worden genoemd.